Die eerste kennis, dat was in het, ik weet het nog goed, in het Amerikaans theater in Laken daar, ja. En ja, wij kwamen eigenlijk in een andere wereld terecht. Wij waren inderdaad, de meeste van onze muzikanten, of iedereen trouwens, zijn klassieke muzikanten. Wij zijn gewoon om klassieke muziek te spelen. Onze mensen gaven les in de muziekscholen, viool of cello of piano, ik bedoel. En dan kom je plotseling in die ja, de showbiz terecht natuurlijk. Wij zijn Jonathan en Jasper van Songfestival.be. En vandaag zijn we op Eurovisite bij Michel van Geluwe van Ishtar. Hallo. Hallo. Welkom Michel. Welkom, mij moet ik welkom zeggen, want wij zijn hier uitgenodigd bij jou thuis. Ja. Ja, heel fijn dat je ons wilt ontvangen. Hè? Ja. Enorm, met veel plezier. Ik vind het eigenlijk een plezante onderneming om nog een keer Hans het Eurosong verhaal opnieuw op te rakelen. Maar misschien eerst nog even een beetje verder terug in de tijd gaan, naar het prille begin. Van de oprichting van Ishtar misschien. Ja, wel, het is zo, in de jaren 2000, 2001 was ik iemand ontmoet die mij eigenlijk een bundel met liefdesliederen had bezorgd. Dat was voor haar koortje dat zij had en ze vroeg mij of ik wilde een aantal arrangementen klaarmaken voor dat koor. En dat is eigenlijk het allerbegin geweest van Ishtar. Want die liederen, dat waren liederen uit Hans Europa, dus er zaten Engelse liederen, Duitse, Franse, veel Balkanmuziek. Uh-huh. Dat was eigenlijk iets dat mij enorm triggerde. Ik vond dat heel, heel mooie, sterke melodieën. Ik heb toen een aantal arrangementen gemaakt voor dat koor. Maar onmiddellijk groeide eigenlijk het idee, laat ons daar iets meer mee doen. Dus heel mooie muziek. En ik had er onmiddellijk ook een aantal begeleidingen met instrumenten bijgevoegd. Dus ik speelde veel in alle soorten ensembles in die tijd. En ik kende een aantal mensen die zeker bereid waren om mee te spelen. En dat was in het begin was dat met gitaar, contrabas, piano, klarinet, viool, cello, die instrumenten. En toen hebben we hier bij mij thuis, hier in Sint-Lieve-Zessen, in de zomer van 2001, een concert georganiseerd op een festivaletje. Het was een jaarlijks terugkerend festival hier in de tuin. Nieuwe Oogstfestival. En toen hebben we met dat koortje en onze nieuwe groep is daar eenmalig een concert gespeeld. Wij dachten dat het eenmalig zou blijven. Maar dat was zo'n sterk concert in feite. En het publiek reageerde daar eigenlijk ook heel, heel sterk op. En het was ook heel plezant om te doen, dus we vonden het een beetje jammer om het daarbij te laten. En zo is het eigenlijk begonnen. En waren dat toen al de mensen waar je dan later Eurosong zou mee doen? Dat waren toen al die artiesten? Dat waren een aantal mensen waren inderdaad die zou ik zeggen, de hobo, de viool, de klarinet, waren mensen die tot op het Songfestival dan meegegaan zijn. Maar in de loop der jaren, tot op vandaag, is het eigenlijk, we hebben gezien dat het altijd een soort wisselende bezetting is. Heel dikwijls met dezelfde mensen, zijn nog altijd dezelfde mensen als toen in onze groep. Maar er is ook veel verloop geweest van muzikanten en ook van zangers. Helemaal in het begin was een zangeres, Els Kuipers, die eigenlijk mij ook die bundel van die liefdesliederen bezorgd heeft. Dat was eigenlijk de mede-bezielster van het project. Dus zij heeft eerst een aantal jaar, ik denk, als ik me niet vergis, 2 jaar, was zij de solozangeres. Maar al vlug kwamen ook de 2 zussen van onze violisten erbij, omdat die ook goed zongen, dus in vervanging van het koor. En ze hadden ook een broer die cello speelde, dus ze hebben ook een broer erbij gevraagd. En zo begon het eigenlijk, ze hadden eigenlijk met 5 leden van dezelfde familie, dus 3 zussen. Een broer en een schoonbroer. En op een bepaald moment is een van die zussen dan een keer ziek geworden. En ze kon niet mee zingen voor een concert. En toen zijn we op zoek gegaan naar een vervanging.
En zo zijn we eigenlijk bij Soetkin terechtgekomen. Toevallig eigenlijk meer. Ja, wel, omdat er hier bij mij thuis, hier in Sint-Limousesse, was er elk jaar een festivalletje. En ik had ze eigenlijk zien optreden op een van de optredens hier op het festival. En dat was mij altijd bijgebleven. Ze was toen nog heel jong. Ik denk dat Soetkin toen 16 jaar oud was of zo. Maar ik voelde wel dat zij een heel veel kwaliteiten had, heel veel talent. Ze speelde ook viool. Dus, en toen hebben wij haar uitgenodigd om onze zieke frontzangeres te vervangen. En dat was heel goed geslaagd. En dus na verloop van tijd is ze dan eigenlijk hoofdzangeres geworden. Wat gaf voor jullie de beslissing om te zeggen van kijk, we gaan deelnemen aan Eurosong? Ja, want als je nu hoort praten, dan lijkt een deelname aan Eurosong iets dat eigenlijk helemaal niet binnen de lijn van de verwachtingen ligt. Jullie zijn meer bezig met ja, volk en kleinkunst en dan ja. Eurosong, de preselectie. Dat is wel raar. Ja, dat was inderdaad een heel vreemde gang van zaken. Het was zo, dus wij hadden in die jaren, we spreken nu van de jaren 2007, hè, ondertussen hadden wij, dat was eigenlijk toch een drietal jaar, echt aan de weg getimmerd met Istar. Dus we hadden ook iemand die de boekingen deed voor Istar, die dus onze groep verkocht en heel regelmatig ook in de culturele centra. Dus we hebben op Sphinx Festival een optreden gehad. We hebben in Brasella Festival een optreden gehad. Dat was allemaal nog een stuk voor Eurosong. En ja, wij voelden dat het belangrijk was om gekend te worden. Ja. En daardoor gemakkelijker concerten te verkopen. Want natuurlijk, tot op vandaag is dat een beetje zo. Een onbekende groep kan heel goed zijn. Maar de organisatoren die zijn een beetje bang om een onbekende groep uit te nodigen. Risico, ja. Omdat ze natuurlijk met financieel plaatje zitten. Als de zaal maar half vol zit of een kwart vol, dan kunnen ze nooit uit de kosten komen. Dus wij dachten, wij moeten proberen om meer naambekendheid te krijgen. En toen in die periode had ik een liedje geschreven, O Ulissi. En wij waren dat hier aan het repeteren. En dat was eigenlijk een heel, ja, iedereen werd er zo blij van en iedereen vond dat wel een tof lied. En een van de partners van de boekster van onze groep, die kwam toevallig een keer binnen en die stond zo te luisteren. Maar zegt, ja, dat is toch iets tof, daar moet je toch iets mee doen. Mm-hmm. Je had juist gelezen dat er preselecties waren van Eurosong. Zegt, stuur dat een keer op, je weet nooit wat het wordt. En wel, voilà, dat was eigenlijk de aanzet. Toen zijn we in de studio gedoken. We waren toch van plan om een tweede cd op te nemen. En we hadden eigenlijk genoeg materiaal voor die tweede cd. En toen zijn we in de studio gedoken en hebben we Ulissi opgenomen. Hebben we dat ingezonden bij de VRT. En En stond iedereen in de groep daar meteen achter? Want ik kan me voorstellen dat er misschien mensen zijn die denken, ja, nee, daar wil ik eigenlijk niet aan meedoen binnen de groep. Of iedereen vond dat meteen een goed idee? Ja, maar ja, natuurlijk was het een beetje bijna als grap, hè, want ja. We hadden ook niet verwacht dat dat ooit iets zou worden. Maar goed, wij dachten, dit is wie een weet, valt het op. Springplank, ja, maar misschien, nooit. Misschien, wij dachten, misschien valt het op door zijn originaliteit en komen we bijvoorbeeld een keer op televisie. Hè, want er waren 20 kandidaten. En die preselecties 20 kandidaten, dus... Maar Servië, dat was dan eigenlijk, ja, bij wijze van spreken, nooit het doel. Nee, absoluut niet. Dat was heel ver van ons bed op dat moment. Dus ja, en dat duurde ook een ganse periode tegen dat we toen bericht kregen eigenlijk. Dat was, ik denk, als het me niet vergis, een maand of twee later, kreeg ik op een avond telefoon van iemand van de VRT. En die zei, kijk, zegt hij... Jullie zijn geselecteerd voor de preselecties, ja. Wat gaat er dan door u heen? Goh, ja, dat was toch wel een heel grote verrassing. We waren heel tevreden, want die man vertelde ook dat er meer dan 500 inzendingen waren. Dus we dachten, het moet er zijn dat het ergens een bepaalde kwaliteit heeft, of toch zeker de aandacht getrokken heeft. En ja, we waren daar wel heel blij mee. En toen begon eigenlijk een beetje een periode van geheimhouding, want niemand mocht dat nog weten, enzovoort. En toen, als ik me niet vergis, in februari zeker, van 2000, ah nee, dat was vroeger, dat was op het einde van 2007, denk ik, werden we toen uitgenodigd op de VRT. Als persvoorstelling waarschijnlijk. Ja, dat was zo'n soort van kennismaking met de groep, dan moest een trailertje gemaakt worden, een interview met de pers, dat was dan eigenlijk om als spotje te gebruiken, bij de aankondigingen van Eurosong.
En ik kan me voorstellen, als dan de pers naar je toe komt, dat er op dat moment misschien heel weinig aandacht voor jullie was, want Sandrine deed mee, Gina Lisa, Brahim. Ja. Dachten jullie dan van, oei, wat doen wij hier eigenlijk nu? Maar absoluut. Maar die eerste kennis, dat was in het, ik weet dat nog goed, in het Amerikaans theater in Laken daar, ja. En ja, wij kwamen eigenlijk in een andere wereld terecht. Wij waren inderdaad, de meeste van onze muzikanten, of iedereen trouwens, zijn klassieke muzikanten. Wij zijn gewoon om klassieke muziek te spelen. Onze mensen gaven les in de muziekscholen, viool of cello of piano. Ik bedoel, en dan kom je plotseling in de showbiz terecht natuurlijk. En dat begon al... toen dat wij dat trailertje, dat filmpje moesten opnemen, als een soort van clipje. Met windmachines, met smink. ik bedoel, dat was zo... Wij waren eigenlijk wel een beetje, zou ik zeggen, op ons ongemak zo van... Ja, dat is toch niet echt ons ding zo. Hè? Dat is toch iets dat wij echt niet gewoon waren. En ook, ja, dat gevoel trekt, dat wordt geboost eigenlijk. Hè? Dus alles wat er zichtbaar is, wordt opgeklopt om er iets moois van te maken. Hè. En ik vond het eigenlijk wel achteraf wel tof om te zien hoe dat ze daar ook in slaagden vanuit de VRT, om alles een enorm cachet te bezorgen eigenlijk. Ja, zij kennen natuurlijk zijn professionele mensen, zij weten hoe dat ze iets in beeld brengen. Ja. En dat werkte wel echt heel goed. Allee, dat was tof om te zien. Maar hadden jullie dan misschien ook ergens het gevoel van... Ja, eigenlijk willen wij daar niet aan deelnemen, want dat is helemaal ons ding niet. Hè? Want je kan misschien denken, het Songfestival is de grootste liedjeswedstrijd ter wereld. Hè? Dat is een heel groot voordeel. Maar misschien dachten jullie toen, want zeker in 2008, Ierland heeft toen een kalkoen gestuurd. Dat was niet de beste periode van het Songfestival qua kwaliteit. Ja. Misschien dachten jullie eerder van, ja lap, wie weet gaan we nu nog ook. Maar het zijn eigenlijk twee antwoorden op die vraag. Hè. Dus langs de ene kant, op een moment, als je dus die preselecties bij de VRT, als je je daarvoor engageert, dan ben je verplicht om een contract te ondertekenen. Hè. Ja. Dus je bent verplicht om in de boot te stappen tot op het einde. Je kan er niet meer uit. Dus je tekent een contract waar je zegt, kijk, voilà, als die stap gebeurt, dan gaan we naar de volgende stap. Als die stap... En dan ook geef je eigenlijk een groot deel van de regie uit handen van de VRT. Dus dat is één deel van het antwoord. En het andere deel was natuurlijk, wij verloren niet de reden waarom dat we deelnamen aan het Eurosong. Dat verhaalt wij ook niet uit het oog natuurlijk. We laten nu even teruggaan naar die eerste ronde, wie weet. Hoe zenuwachtig waren jullie toen als groep? En ik weet ook nog, er was een kleine choreo, hè, er was een dansje en de mensen stonden op het podium. Was dat iets dat de VRT had voorzien? Dat zei, Michel, jij danst nu zo en Soetkin, jij loopt daar rond. Had jullie daar inbreng in? Of ja, werden jullie toen in die eerste ronde een beetje geleefd? Dat was eigenlijk de afspraak met de VRT dat wij besproken hadden en dat zij ook gezegd hadden, kijk, voilà, aan het artistiek product, met andere woorden, aan de muziek, daar komen wij niet aan. Mm-hmm. Dus dat is jullie ding, dat kan je doen. Maar dan moet je al een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld de zangeressen en de muzikanten. Dus ik weet niet of je weet dat het is live on tape. Ja. Met andere woorden, je moet eigenlijk een instrumentale versie afleveren. En daar zingt de zang dan live op. Dus dat is al een groot verschil voor de zangeressen en voor de muzikanten. Muzikanten bij playbackten. Teleurstelling ook voor u als klassieke school? Ja. Je staat er eigenlijk niet veel te doen, hè? Het is waar. Ja, je speelt en je hoort, maar het is niet niemand hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Nu, langs de ene kant nam het ook wel wat stress weg natuurlijk. Hè. Dus je kon losser gaan musiceren in feite. Maar voor de zang was het technisch een stuk moeilijker. In die zin, ze spelen dan met oortjes, met in-ears, met monitoring. En we hebben toch ondervonden dat die technische, zou ik zeggen, technische omkadering was voor onze zangeressen een grote uitdaging, omdat zij ook niet gewoon waren om dat te doen. En ook omdat je een andere feedback krijgt, hè. Live muziek, zit je in de trillingen, terwijl dat, als je uit een box iets krijgt, is alweer helemaal anders. Dus dat was echt wel een uitdaging. Nu, we zijn daar veel op getraind geweest. Dus in de aanloop naar die preselecties zijn er ook coaching sessies geweest. De VRT heeft ook
Ja, zij bepalen ook hoe dat je eruit ziet, bedoel van kledij en zo. Zij stellen iemand aan die voor de groep de kledij had uitkiezen. Maar ik kan wel zeggen, sorry, dat roze pak ga ik niet dragen. Je had wel wat inbreng, hoop ik. Of was het toch eerder, ja, Michel draagt dit maar. Ja, we hebben daar niet zoveel... wel, ze zeggen, we vonden het ook echt wel oké. Chance, ja. Want, ja, ik bedoel, stel je voor dat je zelf moet je kledij gaan kiezen, met zes mensen. Ja, dat is ook niet zo evident. Iedereen heeft zijn eigen smaak. Dat was een goede coach op dat punt, een kledijspecialist. En die, nou ja, het was ook zo, dus die accommodatie, die kledij enzovoort, die moest ook aangekocht worden door Ishtar natuurlijk, in het begin. Allee, ik bedoel, zij zeggen, kijk, voilà, wij kopen kleren voor jullie, maar ja, jullie staan in voor de kosten natuurlijk. Ah, ja. Dus je podiumkledij dat je toen droeg, heb je zelf moeten betalen? Ja, oh, dat verwacht ik niet. Ja, dat was zo, ja. Oh, ja. Goed, ja. Okay. Het is een detail natuurlijk. Maar maar toch, het komt erbij. Ja, wel, maar zij hadden dus goede kledij en betaalbare kledij. En die eigenlijk op het scherm ook wel werkte, vond ik. Ja. Mm-hmm. Allee, ik bedoel, in die preselecties, ja. In Eurosong, ja. Ja. Zo'n kwestie wel zelf is voor. Ja, maar, sterk, ja, daar gaan we straks over hebben, wie weet. Ja, ja. Maar dan, er waren dus voorrondes, halve finales en een finale. Ja. Het was een heel lange Eurosong. Ja. Nu, ik ga het nooit vergeten, jullie namen in de tweede of de derde voorronde deel, als ik me niet vergis. Ik was 13, ik keek het thuis met mijn moeder. Jullie liedje kwam op en zij zei meteen, dit gaat Eurosong winnen. Ga ik nooit vergeten. Allee. Maar hadden jullie ook dat gevoel? Of totaal niet? Ik had het zeker niet. Want alleen, we hadden ondertussen de 19 andere kandidaten leren kennen. We zagen ook wie daar optrad. Er zaten hele goede dingen tussen. Wie dacht dat jij zou winnen? Sandrine was tweede, weet ik nog. Sandrine, ja, die was de tweede. Ja, Nelson net ook met de piano. Ja. Dan die zusjes Kappaard. Ja. Dat vond ik ook heel goed. Rustig liedje, ja. Ja, vond ik ook heel mooi. Nu, er zaten heel veel toffe dingen. En dan, ja, de Paranoiacs. Ja. Ja. Er is ook een heel groot deel van het publiek dat gaat voor zo'n muziek, hè. Ja. Dus ja, je zit met een heel verscheiden publiek. Dus ik dacht dat wij niet veel kans maakten. Behalve op het gebied van originaliteit. En ik moet wel zeggen dat de VRT, ik had van het begin het gevoel dat de VRT ons ondersteunde. Dat zij... Zoiets hadden van, het is iets helemaal alternatief, laat ons dat zeker ook een kans geven. Hè. En ik heb dat gemerkt aan de manier waarop dat zij eigenlijk onze achtergronden, de beelden... Weer tijd ingestoken. Ja, ze hebben daarvoor een firma, of dat waren twee jonge mensen, ze noemden zichzelf de Indianen. Dat waren twee mensen uit Antwerpse die dan eigenlijk de video's en de achtergrond en het concept gemaakt hebben. Ik vond dat eigenlijk heel goed. Ik weet niet of je dat herinnert, dat was zo met die schilderijtjes op de achtergrond. Ja, met dat vent dat viool stond te spelen, ja, enzovoort. Klopt. En ik vond dat eigenlijk heel, heel, heel goed gedaan. Waarom? Het gaf het gevoel van een woonkamer, van een huiskamer. Het was zo heel cozy, heel passend voor onze muziek in eigenlijk. Zo kon je toch nog een beetje je eigenheid kwijt binnen dat circus van de preselectie, ik begrijp het wel. Ja, dat was mooi ingekleed. In tegenstelling tot Belgrado natuurlijk. Want was dan die achtergrond door jullie gekozen? Of was het ook de VRT die zei van, dit hebben we voor jullie... Ja, de VRT had dus die Indianen aangesproken, die mensen. En die hebben die mensen hebben dat volledig ontworpen, ja. Ah, ja, okay. Dus hadden wij ook geen keuze, hè. Daar hadden wij ook geen keuze, ja. Dus als het nu echt bijvoorbeeld heel lelijk of heel slecht was geweest, was dan... het, ja... Pech, inderdaad. We hadden daar op dat vlak geen enkele inspraak. Ja. Dat is ook beschreven in het contract, dat zij alles doen om het volgens hun zo goed mogelijk te presenteren, maar dat wij eigenlijk niet meer konden gaan achteraf gaan zeggen, ja, maar dat wil ik niet of dat wil ik niet. Mm-hmm. Ja. Nu, wat is u hebt in drie live shows daar meegedaan, hè? De voorronde, halve finale, finale. Dat was dan telkens met een vakjury erbij, die commentaar gaf, Bart Peters die presenteerde. Wat is nu het ene ding van die live shows dat u het meest is bijgebleven? Behalve uw eigen optreden natuurlijk. Goh, ja, wel, de eerste deelname was eigenlijk onmiddellijk een schot in de roos.
Want ik herinner mij dat dat... noemt hij nu in de jury... Chris Wouters of Marcel van... Marcel van Tilt. Marcel van Tilt natuurlijk. Die, ja, onmiddellijk toen dat we gedaan hadden, die zei, ja, we hebben een winnaar. Hè? Ja. Ja. En dat was natuurlijk ook de krantenkop, hè, op de dag daarna. Maar ik bedoel, je kunt je niet voorstellen wat een impact, één enkel woord op televisie, wat een impact dat het heeft op de ganse media. Hè. Als we artikels van 2008 teruglezen, valt toch wel op dat jullie echt als favoriet naar voren werden geschoven. Ja, zorgde dat binnen jullie voor extra druk, of viel dat dan wel mee? Nee, de sfeer in de groep was uitbundig. Alleen iedereen had zoiets van, wauw, ja. Ja, absoluut hoor. Alleen, dat had wel een grote impact hoor. Ja, iedereen werd daar ook overal op aangesproken. Hè. Dus iedereen in zijn omgeving, want ik weet, er waren twee van onze zangeressen die... Eén werkte als verpleegster bijvoorbeeld, bij het Wit Gele Kruis. Ja. Die komt dan overal bij mensen. Die komt overal bij hem en die wordt daar Sander. Zij de vedette van Torpen. Ja, dat is zo. Bij mij was dat ook zo. Dan gingen we ook regelmatig in dat krantenwinkeltje. Om een keer te zien. Allee, en die mevrouw, die had ondertussen, die had mij herkend. En die hield automatisch alle tijdschriften en kranten bij. Ja. Voilà, dat was zo... Ja, het heeft een enorme impact, hoor. Mm-hmm. En dan vraag ik me ook wel af... Ja, jullie worden inderdaad naar voren geschoven als de favorieten, terwijl jullie eigenlijk vrij onbekend zijn. Is er dan zo'n beetje concurrentie binnen de andere kandidaten? Want ja, jullie zijn de topfavoriet, maar de anderen doen ook wel nog mee. Hoe was dat contact met de andere kandidaten eigenlijk achter de schermen? Dat was goed. We hebben eigenlijk nooit concurrentie gehad. Nee, nooit. Nee, absoluut niet. Nee, dat was een goede sfeer. Dat is niet jullie tegen de rest. Nee, want je zegt nu, ja, jullie waren de topkandidaten. Op dat punt, ik geloofde niet. Ik kon dat moeilijk vatten. Ja, kom, dat kan het toch niet. Ik geloofde daar eigenlijk niet. En ik dacht van, ja, dat is media. Ik bedoel, maar als het puntje bij het paaltje komt, gaan de mensen wel voor iets anders stemmen. Ah ja, dat dacht ik. Maar ja, blijkbaar dus toch niet. En dacht je dat ook nog in de finale, toen het effectief zover was? Ja. Er waren nog maar 5 over. Was het toen van, wij gaan winnen? Of was het nog altijd van, ja, Sander misschien... Sander in wint, of... Ja. Ja, en ik moet zeggen... ik vond onze laatste deelname misschien ook niet echt de beste, hoor. De laatste, de finale, die optreden daar. Ja. Omdat? Maar ja, dat is natuurlijk... Dus het persoonlijk gevoel natuurlijk. Hè. Ik was zelf misschien gespannen en onrustig. En je kunt niet echt opgaan in de muziek. Terwijl de eerste keer, vond ik... Ja. Voor mij was dat een feest op het podium gewoon. Dat was niks te verliezen. Hè. Ik was heel... Voor mezelf, het is natuurlijk heel persoonlijk. Maar voor mezelf was ik gewoon heel blij dat we die eerste finale bereikt hadden gewoon. En... Maar de laatste keer inderdaad komt daar die stress bij, zo van, ja, wat is dat hier nu? En voor mij was mijn persoonlijke gevoel was zo, ja, dat was niet zo ideaal eigenlijk. Maar ja, toch, ja, kijk, we waren nog heel gelukkig als Bart Peters dan aankondigde, ja, voilà, die start, ja. Wat denk je dan op dat moment? Weet je dan nog wat je toen dacht? Maar ik was heel emotioneel, hoor. Alle stress los. En wel, eigenlijk... Ishtar betekent heel veel voor mij. Vanaf de oprichting van Ishtar... Ik heb dat daarnet gezegd. Ik was eigenlijk verliefd geworden op die melodieën, op die klanken, op die groep. Dat was op dat moment echt mijn leven. Ik had daar ook voor verlofsonde wedden gepakt in mijn werk. Loopbaanonderbreking genomen. Ik was eigenlijk fulltime mee bezig. En dan is dat toch wel een bekroning op dat moment. Mm-hmm. En inderdaad, er was een enorme druk geweest op voorhand. Dus door al die andere stappen die nog moesten gezet worden op het gebied van administratie. Ja, ja. Je was niet voorbereid op zoveel succes eigenlijk. Nee, op dat die moment. Pers, er was plotseling een boest van cd-verkoop. Het moest allemaal opvolgen. We hadden daarvoor geen secretariaat. Mm. Het was zoveel stress, dan moesten we altijd naar de VRT om gesprekken voor interviews enzovoort, repetities. Dat was heel hectisch. En dan plotseling is dat zo precies, ja, dat,
dat kwam heel erg binnen op het moment dat we dan vernamen van, ja, jullie zijn nu gewonnen. Zo van, zo echt een groot geluk, zo van, ja, komen we, het is toch niet voor niks geweest zo. En was iedereen binnen de groep even euforisch dat jullie hadden gewonnen en effectief naar dat Songfestival in Belgrado moesten gaan? Ja, ik denk dat wel ook, ja, dat was echt, ja, iedereen was, nu natuurlijk, er kwamen een aantal praktische beslommeringen, ja. Je moet vrij zijn natuurlijk om te kunnen gaan, voilà, als je een job hebt. Ja, voilà, dat waren mensen die dus inderdaad verlossende wedden moeten nemen hebben, enzovoort. Dus er kwam wel een en ander bekijken, want ook de periode voorafgaand toen aan Belgrado was ook enorm intens, enorm intens. Ja, ik voelde mij ook, ik was eigenlijk verantwoordelijk voor de groep. Ik was verantwoordelijk voor alle communicatie met de VRT. Ondertussen was onmiddellijk naar de finale, was Universal Music naar ons gekomen. Dat was iemand van Universal Music die zei van, kijk, wij willen met jullie in de boot voor die single enzovoort. Ja. Dus dan moesten dan onderhandelingen beginnen. Wij waren daar ook helemaal niet in thuis. Hmm. Wij waren op dat moment eigenlijk ook op zoek naar een management die, zou ik zeggen, die een beetje internationaal gewicht had. Dat is moeilijk om te vinden natuurlijk. De VRT had ons dat ook eigenlijk aangeraden. Om iemand onder de arm te nemen die het klappen van de zweep kende. Ze hadden ons ook aangeraden om contact te nemen met een advocaat. Mooi, dat komt er allemaal aan mee kijken. Ja. Ja. Waarom? De redenering was, kijk, voilà, jullie doen mee aan een internationale wedstrijd. Er waren op dat moment eigenlijk geen concrete afspraken gemaakt rond, zeg maar iets, verloning, rechten, zou ik zeggen, toelatingen bijvoorbeeld om iemands gezicht, portretrechten, portret, en zo. Geluid, stemmen. Ik bedoel, dat je dat allemaal mag zomaar op een site plaatsen enzovoort. Dat moest allemaal in orde zijn natuurlijk. Hè. En dat was niet zo eenvoudig om iedereen daar op dezelfde lijn te krijgen natuurlijk. Want wij waren gewoon om te werken in vertrouwen. Hè. Dus eigenlijk op dat punt was er nooit bij stilgestaan. Ja, wij vergoeden onze muzici voor hun prestaties en dat was nooit een probleem geweest. Hè. Maar dan natuurlijk in zo'n context, als dat plotseling inderdaad, stel je voor, ze zijn als je daar in Belgrado eerste wordt, dan ga je niet weten wat je overkomt hoor. Mm-hmm. Dan moet je maken dat je erop voorbereid zit, want achteraf kun je niet meer gaan beginnen bespreken hoe dat... Allee, je moet het vooraf in orde krijgen. Dus dat was ook een van de dingen die ons toch wel heel erg bezig hield. En heeft dat dan soms tot strubbelingen geleid binnen de groep? Wel, dat was toch een geen gemakkelijk punt. Juist omdat dat de overstap was van een vrienden-familiegroep. Naar een business. Naar een businessgroep, professioneel bedrijf eigenlijk. Hè. Dat was niet evident. Omdat er inderdaad een stuk van die coziness zou durven wegvallen. Hè. En dan komt dan nog een keer die druk van buitenaf. Je wordt constant bevraagd door journalisten. Die proberen dan ook alles te weten. En dan merk je van dat er ook angsten zijn, dat er ook twijfels zijn. Dat ook leeft natuurlijk. Hè. En welke angsten en twijfels waren dat dan zo? Maar ja, angst en twijfel in verband met het avontuur zelf, hè, met dat optreden, maar wat gaat er ons te wachten staan? En dan wat erna komt, bijvoorbeeld voor mensen die vast werk hebben, stel je voor dat je daar wint in Servië, ja, moet ik dan mijn job opgeven, enzovoort. Allee, ik bedoel, het zijn zo allemaal van die dingen, ja, er overkomt je toch iets groot. Hè. En waren er dan vrienden, collega's in de groep die zo even gezegd hebben, ik wil het eigenlijk niet meer doen, of ik heb er een beetje spijt van? Of? Nee, dat niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen eigenlijk heel erg daar bleef achter staan. Ja. Jullie liedje is ook op nummer 1 gekomen, denk ik, in de Vlaamse hitlijsten. Ja. Via Universal dan, denk ik, uitgebracht. Ja. Je zei het zelf, we hebben dat moeten onderhandelen. Vonden jullie dan uiteindelijk dat jullie een goede deal hadden gesloten? Of denk je nu soms, oei, dat hadden we eigenlijk anders moeten aanpakken? Omdat het zo'n succes was, die single. Ik denk het niet. We hebben de verschillende pistes overlopen.
Ten eerste, ik denk, een kans krijgen om met Universal Music samen te werken. Ik denk dat we die anders nooit zouden gehad hebben, dat is één. Mm-hmm. Ten tweede, ik heb daar eigenlijk voet bij stuk gehouden met Universal. Ik zei van, als jullie de single uitbrengen, moeten jullie ook de CD uitbrengen. Slim. En dan, hoe verliep dan het andere contact met de VRT in die periode? Bijvoorbeeld, want zij bepaalden alles voor Eurosong. Bepaalden zij ook alles voor het Songfestival zelf? Hadden jullie daar wel meer inspraak in? Nee. Minder. Minder? Ja. Maar minder, dus ze zeggen, zij zorgen voor een professionele begeleiding, die dan eigenlijk in die periode met ons opgetrokken heeft en alles op het gebied van wat er op het podium diende te gebeuren, eigenlijk volledig uitgewerkt heeft, de choreografie uitgewerkt heeft. Samen met ons hoor, pas op, dat was een proces, dat waren veel repetities, dat was ook lastig, want iedereen moest weer maken dat hij vrij was en beschikbaar en files enzovoort. Ondertussen waren we bezig met die opnames van die cd, want die waren nog niet klaar. Die moesten dan klaar zijn tegen, ik geloof welke dag is dat uitgekomen, ik denk in april of zoiets moest dat klaar zijn. Allee, alles had zo'n een deadline, hè, en dat was echt heel veel. Te veel? Ja, voor mij persoonlijk, ik heb dat toch, ik herinner mij nog momenten dat ik s'nachts ik wou gaan slapen, dat ik niet meer kon slapen. Zo, hè. En dat ik dan zoiets had van, het is een beetje een marathon lopen. Je kunt het, maar doseert. Hè. Maar het voelde echt zo aan, van, ja, dat is een grote, lang volgehouden inspanning. Niet over de schreef gaan, dat was zo'n beetje mijn persoonlijke gevoel eigenlijk. En hoe was dat dan voor Soetkin? Want natuurlijk, u bent oprichter en een van de belangrijkste personen. Maar natuurlijk, een zangeres wordt vaak naar voren geschoven, ook in de media. Hoe was het dan ondertussen voor haar? Want zij kreeg waarschijnlijk ook heel veel aanvragen. Ja, wel, maar ik denk voor haar is dat... haar gezicht is op dat moment voor Hans Vlaanderen... Is daar, hè? Ja, voilà. Dus overal waar zij kwam, volgens mij werd zij aangesproken. Dat kan niet anders. Uh-huh. Dus, maar ik denk dat het voor haar in die zin iets comfortabeler was, omdat zij... Ja, zij moest zich niet aantrekken van alle beslommeringen achter de schermen, de financiën, die advocaten, al die zaken. Dus zij, ja, ik denk dat zij er, ik weet niet, misschien, ja, ik vermoed dat zij daar wel meer kunnen van genieten heeft eigenlijk. En was dat dan ook een duidelijke afspraak van, kijk, ik doe al die administratieve zaken en jij bent het gezicht? Of denkt u nu, ja, eigenlijk had ik het meer moeten verdelen? In feite zou je de middelen moeten hebben om voor elk onderdeeltje een professioneel iemand te hebben. Dat is ook zoiets, je kunt moeilijk gaan vragen aan onze socialisten, doe ik in de boekhouding. Nee. ja, vooral op dat niveau kun je dat niet meer doen. Dus nee. dat is ook een gevolg van die situatie. Hè. Dus dat was zo, bij mij, toen dat we dus naar Servië gingen, heb ik echt alles op alles gezet. En ik dacht ik van, kijk, we krijgen nu een reusachtige springplank aangeboden. Ik was ook van overtuigd dat onze groep goed was. Echt heel professioneel, kwaliteitsvol, goed bezig was. Ik dacht van, kijk, laat ons dat proberen op langere termijn te verzilveren. Te maken dat we daar een goed draaiende, gerespecteerde, welgekende... inzending neerzetten. Ja, en ook achteraf... reputatie misschien. Ja, voilà, ja. Zoals Urban Trad eigenlijk ook gedaan heeft. Ja. Want dan, ja, jullie lied was een groot succes in de Ultratop, Eurosong gewonnen. Maar het kreeg ook wel heel veel kritiek natuurlijk. Ja. Deed dat iets met jullie? Raakte dat jullie? Maar dat was eigenlijk al van het begin, van de eerste preselectie, kon je zo op Eurosong.be, geloof ik, kon je die reacties, de krantenreacties werden gebundeld. En dat was een vloedgolf aan de reacties, iedere keer opnieuw. Ja, bijvoorbeeld Herman Brusselmans was echt heel scherp naar jullie, heeft echt jullie afgebroken toen. Hij zei, en ik ga citeren, een absoluut infantiel, debiel, achterlijk, middeleeuws klinkend heksennummer. Oh, ja, ik herinner me, dat was op de Nederlandse televisie. Hè. Ja. Heksennummer. Nee. Oh. Ja, we hebben nog van dergelijke commentaren gehad. Dat was blijkbaar een relatief groot deel van het luisterend Vlaanderen dat daar niet mee overweg kan eigenlijk. Omdat het is inderdaad heel alternatief. Hè. Het is geen mainstream muziek. Hè. Maar het is wel uw compositie. Als iemand dan zegt, het is echt een heksenliedje, raakt u dat dan? Nu lijkt u er een beetje mee te lachen. Maar was dat toen zoiets van dat je dan dacht, oh, dat is niet leuk om te lezen? Of hoe ging je daarmee om? Dat is natuurlijk niet leuk, maar langs de andere kant,
ik had zoiets van, ja, iedereen heeft zijn eigen smaak. Hè. En ik heb wel gewonnen daar, ja. Ja, en ook, en ja, dat was het vooral. Dus men heeft ons liedje wel gekozen. Dus ja, ja, ik bedoel, het kan niet anders dat er mensen tegen zijn, dat kan niet anders. Studio Brussel heeft het ook nog gedaan, achteraf dan. Ja. Zo was het meest irritante nummer ooit of zoiets. Maar ja, dan dacht ik ook, ja, Studio Brussel, dat kan toch niet anders. Allee, ik bedoel, de muziekgenres dat zij kiezen, ja, dat liggen helemaal buiten hetgeen dat wij doen. Maar het is niet dat er binnen de groep dan soms beslommeringen, discussies waren, twijfels door die kritiek. Je ziet nu maar wel sterk genoeg, gaan we niet floppen, gaan we niet... Nee, eigenlijk niet. Je geloofde er wel allemaal in. Ja, zeker, zeker. Maar ik denk misschien, er waren ook een aantal persoonlijke aanvallen, en natuurlijk het internet, dat we vandaag op die forums over de persoon bijvoorbeeld, en dat is veel kwetsender, denk ik. Die waren er ook voor jullie dan? Ja, ik herinner me toch een aantal dingen die gezegd werden over Soetkin bijvoorbeeld. Ja, dat is pijnlijk. Gewoon. Allee, ik bedoel, je moet je daar echt van distancieren. Er werd erover gesproken binnen de groep, van oei, Soetkin, ça va, of... Want die zei daar straks, ik denk dat zij dit beleefd heeft op een andere manier. Dus ik denk, dan denk ik, oei, ze hebben er niet over gesproken toen. Oh, toch wel hoor, toch wel. Maar ja, natuurlijk, dat is een persoonlijke vraag. Die, ja. Ja, dat zou ik je moeten naar haar in detail kunnen vragen. Hè. Maar ja, dat was geen spanning in de groep daardoor. Waren jullie hartsvrienden op dat moment allemaal? Of was het collega's? Of hoe nauw moet ik die band zien? Dat was een heel sterke emotionele band. Ja. Ja. Met je familie waarschijnlijk op dat moment. Ja, dat was echt een hele sterke band hoor. Maar ja, hoe komt dat ook? Je speelt veel concerten samen. Dat is iedere keer iemand te zijn, alleen laten we zeggen, soundcheck enzovoort. Om 2 uur in de namiddag ben je al ter plaatse. De hele namiddag samen, een concert spelen samen. S'avonds Hans de boel opruimen, nog iets aan denken. Je bent eigenlijk echt heel lange periodes intens samen. Hè. Dus, en ook, er zaten een aantal familiebanden, hè. Heel sterk natuurlijk, ja. Ik vraag me dan af, want je zei daar straks al, ik was heel tevreden over de achtergrond bij Eurosong. Wanneer hebben jullie de eerste keer de achtergrond gezien die de VRT ging gebruiken in Servië? Wanneer was dat dan eigenlijk? In Servië zelf. Oh. In Servië zelf, niet op voorhand? Nee, maar ja, ik denk dat ze dat technisch niet konden realiseren, hè. Een computerscherm kun je toch tonen van... Ja, voilà. Nee. In Servië zelf? In die tijd misschien nog. Ik denk het. Ik denk dat inderdaad... Dat vind ik vreemd. Ik zou denken dat je dat op voorhand ook ziet. Maar dus de ontwerper, Harald Lichtvoet, van het kleed, dan wisten we wel dat er een opdracht gegeven was om een kleed te maken. Het kleed, ja. Ja. En dat hebben we, denk ik, wel op voorhand... niet zo lang op voorhand, maar toch op voorhand gezien. En vonden jullie dat dan... Ja, het ging even over de achtergrond, maar we kunnen het ook over het kleed al hebben. Wat vonden jullie van dat kleed, als je het dan een eerste keer zag? Ja... Want dat was ook wel wat er is hek op, hè? Ja, absoluut. En dan had ze het nog niet aangehad. Ja. Maar dan, voor mij, ik merkte op dat moment eigenlijk van... Ja, we zitten in de showbiz-wereld. Hè? Ja. En... Voor mij, ik kon me daar echt enorm goed van distancieren. Ik had zoiets van, ja, oké, dat is die wereld. Ik voelde me daar eigenlijk niet in thuis horen. Allee, ik bedoel, ik hoorde er op dat moment wel in thuis, maar dat raakte mij niet zo persoonlijk. Ik dacht, als ze iets proberen in beeld te brengen, dan gaan die mensen wel weten wat ze doen. Hè. Maar vond u het objectief gezien een mooie jurk? Ik vond de kledij in België beter. Ja, ik vond dat beter beeld. Dat durf ik ook toegeven. Ik zou ook zeggen dat ik dat niet echt een mooie jurk vond. Het leek zo een beetje op een snoepje. Hè? Zo een, ja, met dat rood en dat wit. Ik vond het origineel, maar ik vond het niet genoeg passen bij hetgeen dat wij deden. Net als het Hanse Kader. Eigenlijk net als het Hanse Festival. Dat is een klein liedje. Heel... Zou ik zeggen, maar heel weinig... Glitter, rondstomp. Glitter, voilà. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Heel lief. Heel klein kinderliedje bijna. Dus je zou het bijna moeten zo in die sprookjescontext kunnen brengen. En dan denk ik dat het ook beter zou werken. Dus, en die context is er niet. Hè? Op Eurosong is die context er niet. Dat is juist het tegenovergestelde eigenlijk. Goh, we hebben denk ik de laatste jaren gezien dat het wel kan. Misschien toen in die tijd was het misschien te vroeg om zoiets kleins neer te zetten à la België. Ik denk dat
Duncan Lawrence heeft bewezen, of Salvador Sobral, Portugal, 2017, dat het wel kan. Maar je moet dan natuurlijk als omroep dat dan ook neerzetten. En ik denk dat er misschien toe gekozen is om iets anders te tonen. Dat is ook een kritiek dat ik regelmatig gelezen heb op de fora ook, hoor. Mensen die zeggen, alstublieft, laat u niet beïnvloeden door de VRT. Echt. Ja, kijk. Veel fans wilden eigenlijk het optreden van Eurosong. Ja, verplaatsen natuurlijk. Maar... En dat is niet gebeurd, hè. Nee. En, want die Indianen die dan jullie achtergrond maakten in Brussel, zo gezegd, die zijn niet meegegaan naar Servië. Dat was dan iemand anders dat gedaan heeft. Ja, ik weet dat zelfs niet wie dat gemaakt heeft. Ik weet het niet. Het was een heel donker achtergrond, weet ik nog. Maar was het dan echt een beslissing van de VRT? Ja. Van, we gaan dat van de Indianen niet meer gebruiken, we gaan voor iets anders? We willen daar geen inspraak in. Maar heb je dan niet de kans gekregen om te zeggen, oh, maar wij vonden het eigenlijk wel heel erg goed? Dat hebben we wel gezegd. Maar dat werd niet dan eigenlijk genoeg? Ja, maar dus de motivatie is natuurlijk van, we zitten daar in een ganz andere context, op een reusachtig podium. Dat kun je niet maken, dat je daar een piepklein huiskamer gaat maken. Allee, dat was de redenering. En wie ben ik om te zeggen, je hebt geen gelijk. Zij weten meer, zij hebben ervaring met Eurosong. Bij ons, wat was dat daar? Stond er een te schaatsen, zeker op het podium? Allee, maar die is wel gewonnen natuurlijk. Maar met andere woorden, dat zegt het visuele aspect is in zo'n wedstrijd enorm belangrijk. Mensen kijken meer dan dat ze luisteren. En dus wat heeft die Ricardo Overman gedaan? Hij heeft gedacht van, oei, we hebben daar een gigantisch podium. We gaan dat moeten proberen toch te vullen op een of andere manier. En we stonden redelijk ver uit elkaar. Hè? En dat was ook... Ja, Sutkin stapte zo naar iedereen toe, hè, op het podium. Zo'n beetje een kennismaking met iedereen. Maar dat is achteraf gezien ook niet de beste keuze, want zij was buiten adem bijna. Allee, dat was fysiek niet onderschat. En ondertussen nog zingen ook. Nu dan, dus in mei vertrokken jullie naar Belgrado. Met welk gevoel vertrokken jullie? Voor mij was het heel blij. Op dat moment, toen we vertrokken, was eigenlijk, konden we toch niks meer, konden we niks meer doen. Ik bedoel, op het gebied van dingen nog in orde brengen, of allee, alles viel samen op die deelname, en er kwam niks van buitenaf meer op ons af. En dat was eigenlijk wel comfortabel. En dat was plezant. We zijn daar in totaal, als ik me niet vergis, 10 dagen gebleven. We waren geselecteerd voor de eerste finale ronde. En dat was al, als ik me niet vergis, de dinsdag. Ja. We waren daar de week ervoor, de vrijdag of zoiets, of de donderdag, toegekomen, als ik me niet vergis. En dus hadden we eigenlijk eerst 4 dagen vakantie. En nu en dan een beetje oefenen zo. Maar, en dan een generale repetitie. Maar dat was plezant. Hadden jullie toen al de andere liedjes bekeken en beluisterd? Kennen jullie die concurrentie een beetje? Ja, sommigen wel. Maar dat was een grote persconferentie geweest op voorhand. En toen hebben we al die andere groepen ook wel leren kennen. Zo. We hadden persoonlijk contact met de inzending van San Marino. Oké. Okay. die mensen... Die waren die er toen al bij? Ja, dat was het eerste jaar. Is het laatst geworden? Dat was de groep Mio Dio, denk ik. En dat was dus een sympathieke groep, eigenlijk een beetje in dezelfde situatie als wij. Zo eigenlijk helemaal niet bekend met dat grote show gebeuren. Maar anders, iedereen is daar super enthousiast en super vriendelijk. Al die mensen die daar rondlopen, dat is zo'n beetje toch wel een beetje een kunstmatige wereld natuurlijk. Dat is echt een hoogtepunt waar je naartoe leeft voor iedereen, denk ik. Mm-hmm. En iedereen is daar heel relaxed en... Wij kregen dan ook een begeleidend team met bodyguards en al. Allee, dat was een eigen bus enzovoort. Allee, dat was wel plezant. Maar het is dus niet zo dat jullie op voorhand de liedjes hadden bekeken en gezegd van, dat is een grote kanshebber, die kan ons voorbij steken. Nee, absoluut niet. Zo waren jullie niet. Nee, absoluut niet. Absoluut niet, nee. En dan, was het zover de eerste repetitie. Ja. Dus die eerste keer op dat podium in Belgrado. Hoe was dat? Maar goed, in feite, dat was... Voelde het dat goed? Viel, ja, en dat waren zo... Daar zat zo een paar tientallen mensen in de zaal. En die waren ook heel enthousiast. Die waren heel enthousiast. En dat had zo'n goed gevoel. Zo van, precies wordt het toch... komt precies toch binnen zo. Dus wij hadden eigenlijk wel een goed gevoel. Ja. Hoe was de sfeer binnen het team? Wij halen die finale op dat moment? Of had je daar nog ook geen verwachtingen over? Na die eerste repetitie? Wel,
Ik had het gevoel dat bij de VRT-ploeg die mee was, dat waren dus een aantal mensen die ons begeleiden. Ja. En die mikten echt op de... Die waren overtuigd dat we in de finale gingen zitten. Zo. Ja, ja. Okay. Voor mezelf... Goh, ik weet dat zo niet meer. Ik denk dat ik zo iedere keer stap per stap zag wat er gebeurde en niet zo op voorhand bezig was met vervolg. Zo. Hmm. Ja, een van die repetities is enorm gecoverd in de Belgische media, omdat er iets gebeurd was met het kleed van Zoetkin. Ja, dat weet je waarschijnlijk wel nog. Ik vraag me dan af, is dat iets... Je ziet dat dan verschijnen op internet, in de kranten, een Zoetkin kleed, het zakt af, dit en dat. Waar je daar dan het hart van in? Was Zoetkin dan eigenlijk een beetje gegeneerd? Of wordt er dan van de VRT uit tegen jullie iets gezegd? Want dat was toen in België, ging het eigenlijk bijna niet meer over jullie delen, maar wel over wat er met het kleed gebeurd was. Ja, natuurlijk. Maar je wordt daar ook niet zo mee geconfronteerd in de plaatsen natuurlijk. Want ja, je leest geen Belgische kranten of niet veel. Het internet was iets verder weg ook waarschijnlijk. Voilà, het is dat. Ja. Wij wisten wel dat het op het internet verschenen was enzovoort, maar ik had niet de indruk dat dat... Het was geen domper. Nee. Maar dan daarnet zei u van de Zoetkin moest rondwandelen op het podium, zoals buiten adem. Ja. Kon er dan gezegd worden van, mannetjes, dit werkt niet, kunnen we nog iets anders proberen? Of... Nee, ik had het gevoel dat het moeilijk was om op dat moment nog veel te gaan veranderen. Hoor. Ja. Het is ook heel gevaarlijk hoor, want het is natuurlijk gevaarlijk als je iets ingestudeerd hebt tot in detail. En als je dan op het laatste moment iets gaat veranderen, dat is gevaarlijk. Hè? Dus ik neem aan dat die danspasjes wel waren ingeoefend, ook al in België. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk had u dan eigenlijk iets moeten zeggen, misschien. Ja, maar dat was natuurlijk... De schaal was ook kleiner, hè. Dus de schaal was niet zo groot. Hè? Als we dan, toen we dat podium zagen, dat was ook veel, veel groter dan wij eigenlijk ooit hadden gedacht, ja. Gedacht, hè. En was het dan net iets negatiefs of iets positiefs dat het podium groter was dan gedacht? Ik vond dat geen voordeel. Voor ons optreden zeker niet. Het intieme viel daardoor weg, hè? Ja, ja, ja. Nu ja, kijk, wij hadden daar... Dat is echt een keuze geweest van de VRT. En ik begrijp hun strategie en hun logica. Maar ja, wij konden niet anders of meegaan erin. Hè. En er was geen alternatief meer. Ook in verband met de kledij. Ik was ook niet zo gelukkig met hetgeen dat ik daar aan deed of zoiets. Met zo'n hele stijve kool zo. Ja, ik vond dat... Maar ja, goed... Ja, de achtergrondzangeres had ook eigenlijk niet het mooiste kleed aan. Heel donker ook. Ja, ja. Bijvoorbeeld, ja. Daar hadden wij eigenlijk niks aan te zeggen. Als je dan nu terugkijkt en je zou nu opnieuw deelnemen, zou je dan nu wel meer doordrukken en zeggen, nee, zo gaan we dat niet doen? Of blijf je erbij van, VRT heeft het beste eruit gehaald voor ons? Ik denk dat we meer zouden vertegenwoordigd moeten worden door iemand... Een manager of zo, of iemand die een heel goede visie heeft op ons potentieel en die dan eigenlijk zo onderhandelen met de VRT. Want de VRT raadde dat wel aan een manager, maar er is geen manager gekomen in die periode. Er was geen tijd voor om die aan te nemen. Wel, dat was een moeilijke situatie. Een beetje. We hadden in Vlaanderen hadden wij een boeker, een vrouw die dat eigenlijk in de eerste jaren van niet daar goed gedaan heeft. Mm-hmm. Maar ja, boeker en manager is nog een verschil natuurlijk, zeker op dat niveau. En dus hebben wij wel uitgezien om iemand te vinden, maar dat is eigenlijk niet echt gelukt. Mm-hmm. Zou het voor u anders zijn geweest, denkt u, als er wel een manager was geweest die echt had kunnen onderhandelen? Ja, ik denk dat wel, want nu onderhandelden wij als artiest eigenlijk met de VRT. Wij hebben genoeg onze mening gezegd, hè. Mm-hmm. Maar ja... Wij waren individueel verbonden met een contract. Hè? Dus ja, zij vallen daar ook op terug. Zij bepalen eigenlijk wat er gebeurt. Als je een manager hebt, dan heb je eigenlijk een externe functie. Echt een onderhandelingsfunctie. En dan moet je het zelf niet gaan doen. Ik vind dat eigenlijk beter, positiever. Hè? Het is wel eigenlijk grappig. 10 jaar later heb je dan Senek, die Laura Groeseneek is naar het Songfestival gegaan, kreeg carte blanche over heel de lijn. Over Fonik nu ook. Denk je dan, ik had dat eigenlijk ook wel gewild, dat er zoveel kon. Want nu kan het blijkbaar wel. Het is zo dat je natuurlijk, als je de juiste omkadering hebt en de juiste professionele mensen die je begeleiden in dat proces, is dat een voordeel, denk ik. Ja. Maar het is juist op dat punt dat wij waren 5 of 6 muzikanten. Hè?
Dus wij kunnen niet thuis zijn en al die domeinen ja, van kledij, van ansenering, van filmen, van camera, beeld. Allee, je moet het overlaten aan professionelen. Dus als je de mogelijkheden hebt om een volledig team te hebben rondom jouw ensemble, dan zit je in een zetel natuurlijk. Hè. Want u sprak al over de kandidaten van San Marino, maar waren er een andere verbroederingen met kandidaten, want dat gebeurde heel veel in die tijd, om dan zo stemmen te krijgen van landen van, kijk, wij zijn beste vriendjes. Ja, dat gebeurde wel. Was dat bij jullie ook? Dat is zo een beetje, in de loges, in de wandelgangen, gebeurde dat wel zo, als er camera's in de buurt waren, maar ik vond niet dat een grote diepgang had. Zo, allee, ik bedoel, ja, je ziet wel die mensen, maar... Mm-hmm. Ja, je wist op de duur wel wie bij welke groep hoorde, zo. Ik had bijvoorbeeld, ik heb nog goede herinneringen aan die Israëlische zang. Ja. Boas Mao. Boas, ja. dat vond ik eigenlijk de beste van... Dat was een heel mooi liedje, dat klopt. Dat vond ik eigenlijk heel sterk. Heel sterk, dat vond ik tof. En als je die jongen dan ontmoeten, zegt wel goeiedag en spreekt wel een keer met elkaar zo. Mm-hmm. Maar echt om te zeggen, vriendschappen zijn dan niet uitgeroeid. Bij mij toch niet. Ja, uiteindelijk heeft Dima Bilan gewonnen dat jaar. Sommigen zijn ook Diva Bilan, omdat hij blijkbaar nogal moeilijk kan doen. Hebben jullie daar iets van gemerkt, dat de Russen eigenlijk daar met heel veel verwachting naartoe waren gekomen? Heb je die ontmoet, die zanger? Niet persoonlijk eigenlijk. Nee. We hebben die wel gezien met zijn entourage, maar ja, nee, dat bleef tamelijk... Ver weg. En misschien met de Nederlandse kandidaten? Dat wel. We zijn een keer uitgenodigd geweest op de ambassade, de Nederlandse ambassade in Servië. En daar hebben we eigenlijk een soort van gemeenschappelijk optredensje gedaan. Live. Met Hint dan? Ja. Zij bracht dan haar lied en dan hebben wij Oyolisse gebracht. En toen hebben we dingen opzij van Herman van Veen gebracht ook. En dat viel goed in de smaak. Maar ja, dat was live muziek op een podium met versterking enzovoort. En dus ja, dat was eigenlijk meer onze habitat eigenlijk. Hè, ja. Ja, en dan was het de dinsdagavond, de eerste halve finale van het Songfestival. Ja. Vlak voor de uitzending, dachten jullie van, we gaan het halen? Of was het nog altijd een heel groot vraagteken? Zo'n groot vraagteken toch, hoor. Ja. Ja, dat bleef... Het is zo onvoorspelbaar ook, hè. Mm-hmm. Het was nog met die televoting, dus ja. Ik bedoel, het stemgedrag van... Mm-hmm. Het was zonder jury, hè. Dus met andere woorden, dat was volledig afhankelijk van televoting, dus ja. Was er toen nog geen jury die... Nee. Ja, de jury koos één finalist. Maar meer nog niet. Ja, ja. Pas het jaar daarna werd dat echt grotendeels in gevoel. Ik denk dat we beter gingen gescoord hebben als er de jury was. Ja? Ja. En waarom denkt u dat? Wel, die televoting, ja, het is toch normaal dat mensen niet... Die kijken meer, zegt u, denkt u, ja. In plaats van luisteren. En de jury luistert misschien meer. Ook, maar televoting gedrag is toch iets... Ja, bedoel, wie doet eraan mee? In de Balkanlanden zal dat misschien een veel groter publiek zijn dan in België, zeg maar iets. Wie heeft er voor ons gestemd? Nederland. Van Nederland hadden we 12 punten. Ja, maar jullie kregen 10 punten van Nederland. Of 10, ja. En 6 punten van Estland. En voor de rest helaas niks. Waar komen die dan? Van waar komen die 6 punten van Estland? Heb je er een verklaring voor? Ik denk dat een soort van ten eerste het gezamenlijk gevoel van wij zijn een klein landje dat meedoet aan Eurosong, denk ik. En ten tweede, ik ben toevallig deze zomer in Estland geweest. En live muziek is daar heel levend. Het herkende zich misschien een beetje in wat ze daar zagen. Wie weet. Ja, dat denk ik. Hoe zenuwachtig waren jullie vlak voor en tijdens het optreden? Hoe zenuwachtig was Soetkin bijvoorbeeld? Ik was zelf niet zo zenuwachtig. Ik heb het daarnet ook gezegd. Van, ja, bij ons kon er niet zoveel mislopen eigenlijk. Soetkin, ik denk dat dit toch wel... Ja, dat zal toch wel veel betekenen voor haar, denk ik. Hè. Ik heb ergens gelezen dat ze echt heel zenuwachtig was die periode in Servië. Klopt dat? Zo kunnen. Dat is echt... Dat ziet je toch aan een persoon? Ja. Maar ja, zij is een heel extravert iemand. Ze was altijd wel opgewonden zo, maar in hoeverre dat dan naar binnen een impact heeft, dat is moeilijk in te schatten, denk ik. Ja.
Maar het is niet dat ze aan de zuurstofles moest hangen, nee, omdat ze het niet aankomt. Nee, zij was in haar normale doen, volgens mij. Ja, oké. Okay. Dus excited zo. Hoe gaat dat dan concreet eigenlijk? Want dat vraag ik me ook altijd af als ik naar het Songfestival kijk. Dus jullie kwamen als zesde aanbod, als ik het mij nog goed herinner. Moeten jullie dan klaar gaan staan op voorhand? Wie komt u dan halen? Wie komt u halen? Hoe lang op voorhand is dat dan? Wanneer is de cue van, en nu moet ik op het podium gaan staan? Ja. Hoe gaat dat allemaal? Wel ja, dus er zijn een gans team van medewerkers die daar allemaal een rol vervullen. Dus het is een soort van, vlak voor het podium is een soort van wachtkamer. Hè. Dat is dan voor de kandidaat die komt als het nummer, het vorige nummer gedaan is. He, dat is zo de wachtkamer. Maar daarvoor moet je ook nog helemaal technisch in orde gezet worden. Met andere woorden, de zangeressen die krijgen een micro met allerlei technische installaties erbij enzovoort. Dat moet getest worden, moet helemaal piekfijn klaar zijn voordat we in de wachtkamer kunnen. En dus als dat allemaal goed klaar is, ruim op voorhand hoor. Dan moet je wachten. En plotseling komt de wachtkamer dan vrij. Dan ga je met z'n allen in de wachtkamer. En dat is als het liedje voor u bezig en dan is. Dan komen ze u halen eigenlijk, als het moment daar is. Hè. Ja. En hebben jullie dan in die wachtkamer een soort van roesknuffel gedaan, of ritueel, of kom aan, of was het iedereen heel stil? Nou, ik weet dat eigenlijk niet meer. Maar de sfeer zat op dat moment goed, hoor. Ja. Ja, absoluut. Wat was het gevoel vlak na het optreden dan? Ja, niet goed. Niet goed weten. Ja. Waren jullie zelf tevreden van? Ik moet zeggen, voor mij is dat zo gepasseerd, zonder dat ik echt in detail echt geluisterd heb. Als ik dan de opnames achteraf terugzie, dan denk ik, oei, dat was toch niet zo goed. Nee, dat was niet zo goed. Louter auditief, muzikaal gezien. En wat was er dan niet goed? Hè? Ja, ik vond dat je goed kon horen aan onze zangeres dat ze buiten adem was. En dat werd vaak gezegd, klopt. En dat ze daardoor ook de intonatie soms niet 100% in orde was. Hè. Dat was wel jammer, want zij, als er iemand juist kon zingen, was het wel zoet. Dus met andere woorden, dat heeft ook te maken met de ganse omkadering en ook met de feedback dat je krijgt van je eigen stem. Hè. Ja. En met de feedback dat je krijgt van de begeleidende tape. Maar goed, wat vond Soetkin zelf van haar optreden? En was er dan ook ruimte om daarover te praten? Van, oei, ja, het komt misschien beter, of ja... Nee, dat werd eigenlijk geen... we hebben gedaan wat we konden. Hè. Dat was eigenlijk een goede sfeer. Dat werd niet geëvalueerd zo achteraf van, ja, komt nee, dat... Toch? Nee. Want ja, je zit in die green room, je moet nog heel lang wachten. Mm. Ja, je kan moeilijk beginnen kaart spelen. Je moet toch iets vertellen? Ja, wat doet je dan eigenlijk? Ja, in die green room. Vooral, champagne drinken. Ja, ook. En de andere kandidaten bekijken. Hè. Ja. Naast de champagne komt dan het moment dat... Was het mijn enveloppes toen? Of was dat... Ja, ik weet het niet meer. Enveloppes. Ja. Maar allee, uiteindelijk komt België daar dan niet uit, jammer genoeg. U zei net, de VRT, ja, die waren ervan overtuigd of die wilden naar die finale gaan. Wie was er het meest teleurgesteld? Ishtar of de VRT op dat moment? Ik denk alle twee hoor. Wij waren ook wel... Allee, we vonden het heel jammer dat we er niet bij waren, hè, natuurlijk. Maar de VRT ook, want die gingen ervan uit dat we in de finale zouden raken. En vloeit er dan een traan bij iemand? Of hoe is dat dan? Je zit allemaal in zak en as, even op die paar minuten. Ik weet hoe lang dat het duurt. Ja, nee, maar tussen zeggen... Allee, voor mij is dat altijd zo geweest... Ik vond het ongelooflijk dat we daar geraakt waren in de finale en in de halve finale van Eurosong. Dus bij mij was het fantastisch goed gelukt. Dus ja, en de rest, ja, het is jammer. Hè? Maar je gaat toch ook nadenken. Ja, ik vond ook, dat heeft niet te maken met de kwaliteit van dat liedje bijvoorbeeld. In feite vind ik... Allee, je moet het zien in de context. Hè? Dat liedje hoort niet thuis daar. Dus kun je het ook niet verwachten dat het daar monsterscores haalt, denk ik dan. En dan, ja, hoe moet ik dat dan inschatten? Dus, je bent er niet bij, show helaas. Gedaan. Je is dan in de green room, de show is gedaan. En dan? Is het dan, voilà, van nu gaan we gewoon een keer goed op café? Is het, we gaan zistig op onze hotelkamer? Is het, wat gebeurt er dan? Ja, er zat wel een beetje een domper op de sfeer. Maar goed, we hebben dat inderdaad als groep beleefd, denk ik. En We zijn dan samen iets gaan drinken, als ik me niet vergis. We zijn alles eens een keer samen... Op restaurant geweest, in een typisch service restaurant, achteraf dan. Maar dat was
denk ik, de avond erna. Dat we dan een keer... Ah, ja. Want wanneer zijn jullie dan terug naar België gegaan ook? We hebben na de finale pas. Hè. Na de finale pas, ah ja. Ja, okay. De zondag na de finale, ja. Dat is ook iets dat je natuurlijk leert kennen, hoe dat het apparaat berichtgeving werkt. Hè. Dus de mensen van de Rode Loper, die waren continu in de buurt. Hè. Dus, en dat was zo, voor mij was dat heel eigenaardig. Dus we hadden het team van Eurosong van de VRT, en we hadden het team van de Rode Loper, televisie, die interviews probeert te versieren bij de kandidaten. Hè. En in feite, zou ik zeggen, die onderlinge communicatie was soms raar. Dus het Eurosong-team zei, kijk, voilà, wij bepalen wanneer dat er een interview komt. Hè. Maar dat wil zeggen, als je dus bijvoorbeeld toevallig aan het wandelen was en je komt daar plotseling de cameramannen tegen van de Rode Loper, ja, die waren daar en die wilden onmiddellijk een interview. Hè. En dat was zo, soms zo van, ja... Dat mag niet. Hoor. Ja, wat mag er nu niet? Allee, ik bedoel, ja, dat was zo, soms wel een beetje vervelend. Mm-hmm. Want jullie waren dus nog 4 dagen in Servië. Ja. Welke reacties vanuit België hebben jullie dan bereikt? Oh, wel ja, ook teleurstelling eigenlijk voor een stuk. Hè. Ja, vooral van vrienden en kennissen dan, en van familie, ja, die het jammer vonden dat we er niet bij waren. En dan natuurlijk je leest ook nog de commentaren. Hè. En dan, ja, dus het Songfestivalavontuur zat erop. Hoe zou u dan die periode daar vlak na omschrijven? Was er nog altijd blijvende teleurstelling, of was het, we gaan meteen verder met Ishtar? Want u was dan bekend geworden in Vlaanderen. Heb je dat voldoende kunnen verzilveren? Ja, ja. Hoe omschrijft u die periode? Ah, wel, we hebben nooit zoveel concerten gehad als in 2008, 2009. Hè? Want inderdaad, zoals gezegd, er waren veel culturele centra die geïnteresseerd waren om ons te boeken. Dus in 2008... Echt, was dat heel, heel veel concerten. 2009 ook nog. En dan beetje per beetje begint zo die media-aandacht en die naamsbekendheid een beetje te verminderen. Hè. En wanneer was het laatste contact met de VRT? Is dat op de luchthaven gedaan? Ja, denk ik eigenlijk wel. Oh. Ja. Er is geen etentje meer, receptie, nee. Evaluatie? Nee, ik herinner me dat toch niet meer, nee. Dus je geeft een hand op de luchthaven en je keert terug naar Herzelen dan waarschijnlijk. Ja, en dan stopt het met... Ja. Het is wel abrupt, hè? Ja. Uiteindelijk is het een job voor die mensen natuurlijk. Voilà. En die stoppen op dat moment. Ja. Het is een professionele band dat je hebt, hè. Ja, en als we dan even vooruitspoelen naar het heden wat meer. Hè, dus intussen verschenen er nog 2 cd's. Wat is Ishtar in 2020? Wel, ik ga misschien zeggen, in 2021 bestaan we 20 jaar. Aha, ja, dus dat is zo... dat is voor mij wel symbolisch mooi. Hè? 20 jaar is al een serieuze periode. En dus we hebben een gigantisch repertoire opgebouwd. We hebben met verschillende ensembles, zoals koren, harmonieorkesten, symfonische orkesten, samengespeeld. In 2021 zouden we graag een aantal, zou ik zeggen, lustrumconcerten brengen. En daarvoor terugvallen op alles wat we in die 20 jaar gedaan hebben. Zou u ooit nog eens een Songfestival meedoen? Ja, zeker. Maar ik zou dan wel een andere soort muziek schrijven ervoor. Wat voor muziek? Wel, niet zo'n kwetsbaar klein nummer. Ik zou iets maken dat heroïscher is... dramatischer, groter van setting, van impact, ja. Ook moderner, laten we zeggen. Allee, het is te zeggen moderner, meer met de geëikte instrumentaties. Slagwerk, drums, synthesizers, basgitaar, zo. Hmm. En een beetje, ja. Ik zou me dan ook voorbereiden om een nummer te maken om in zo'n constellatie uit te voeren. Mm-hmm. Want natuurlijk, het nummer is niet geschreven voor... Ojulissi is niet geschreven voor Eurosong. Mm. Versta je? Moest je dat op voorhand weten, dan schrijf je gewoon een ander nummer. Als je zegt, ik zou nog graag een keer meedoen aan Eurosong, dan ga je daar op
gefocust natuurlijk. Want hebben we het op die 12 jaar dan sinds 2008 nog eens serieus overwogen? Van we gaan het nog eens proberen, want er zijn nog Eurosongs geweest sindsdien. Ah, hè? Nee, we hebben dat nooit meer overwogen. Hoor. Nee. Toch zeker niet met die start, nee. 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 Oké. Okay. Maar het kan nog wel misschien ooit. Maar ik, allee, mijn eigen, zou ik zeggen, mijn eigen roeping, laten we het zo zeggen, ligt in het componeren van muziek. En Ishtar is daar een heel breed kanaal voor gebleken. Maar ik heb ondertussen nog ook andere muzikale projecten gedaan die dan anders waren van inslag. Dus dat, voor mij ligt dat zeker een uitdaging. Moest je nu zeggen, kijk, voilà, we hebben hier een ensemble met een zanger bijvoorbeeld. Maak dan een keer een stuk voor dat geschikt is voor deelname aan Eurosong. Dat zou ik dan met veel plezier doen. Dus ook als componist zou je als gewoon willen meedoen aan zo'n festival? Ja, voilà, dat is het. Ja, ja. Dus de VRT mag je contacten. Ja. Voilà. Dat onthouden we. Inderdaad, ik denk dat we daarmee het interview kunnen afsluiten. En u enorm hard bedanken om heel veel te praten met ons. Het was een heel fijn interview. En wij wensen u en Ishtar nog heel veel succes. En sowieso al proficiat binnenkort voor die 20 jaar. Oké, dankjewel. Het was aangenaam babbelen met jullie.